misschien hier in de kapel om een offer te brengen, dat het toch nog allemaal goed afloopt in de Jupiler League. Ik kan er hoogst niet meer tegen. Ik heb de hele week gebeden al, maar ik dacht, luk nou nog maar een offer brengen. Voor komende vrijdag en die weken daarna. En hopen dat die lui uit de hel, uit Limburg, verliezen. Wil je die paarders allemaal zingen? Dat gaat goed komen, hoor. Welkom bij aflevering 35 van Hunchee. Nijmegen, altijd zon en nooit geen regen. Mijn buurman vroeg vanmorgen, hoe is mijn zee? Ik zei, die ligt al 3 weken in coma. Oh, dan hoop ik dat ze mooi weer hebben, ik zei te gek. De eerste helft ging lekker, met 2 doelpunten, ene van Heimlot en ene van Groeneveld. Toch weer billen kniepen dan. En in de tweede helft schiet ik weer af en toe in de box. Je kreeg bij NEC af en toe hertklachten, ja, nou snap ik waarom. Ze houden de spanning er wel in. Dat maakt allemaal niks meer uit. We hadden in ieder geval 3 punten. Ik hoop dat er van NEC nog toekomst is, naar de toekomst. Zullen die bobo's van de KNVB ook gezien hebben dat die overtreding van Matusiwa, donkerrood, misschien wat puurs. Die gozer zat eraf gemotten, man. Kreeg door een heel andere wedstrijd. Regels zien regels. Ik denk dat we maar weer opnieuw moeten spelen. In de tweede helft speelden ze met wilskracht, zoals het moet. Zo hadden we dat bedenken moeten. Goede kansen nog, maar je moet ze wel maken natuurlijk. Ik kreeg steeds mailtjes van schuurmansschoenen. Ik koop ze niet, want daar hou je toch geen punten mee? Ik vind het zo raar. Die trainers zeggen dat de ploeg sterk is. Alles voor elkaar over had, dat de sfeer prima is en we willen alleen maar winnen. En dan staan ze in het veld en dan geven ze niet duus. Dat kan er bij mij niet in, hoor. Volgens mij zit het bij Hulli tussen de oortjes. Dus met z'n allen in een schone berg. We zullen toch nog de punten moeten pakken. En dan maar zien wat schip strandt. Een beetje kaas van duwen met die gasten, zou ik maar zeggen. Misschien doet Rens van Eijden nog wel mee bij hun. Ik kan niet ontmotsen met een eigen doelpuntje of zoiets. Ja, gewoon winnen en maar hopen dat Fortuna op fout maakt. En als je als NEC supporter van Dubbeltje geboren bent, wil je nooit geen kwijtje. Ik was laatst op een verjaardag bij een vriendin. Haar moeder werd 112. Zet die dochter, maar als jij doodgaat, wil je dan worden begraven of gecremeerd? Doe maar cremeren, zei ze. En dan maar als bij Jan Linders voor de deur uitstrooien. Waarom bij Jan Linders, zei die dochter. Dan weet ik zeker dat je 1 keer in de week langskomt. Ik had ook nog wat spelers voor NEC gezien. Scout. Ik ben bij Dordrecht geweest, daar loopt die Macedoniër, Mamudov, goede speler, voor weinig geld. En bij Emmen, onze Nimweegse trots, Juri Loen natuurlijk. En bij de Graafschap, die keeper, die Batnarek, die Pool, dat is ook een goeie. Doe er wat mee jongens, als je vooruit wil komen.